Deze Vlaamse regering en de vorige heeft 10 jaar lang zwaar bespaard op de lijn. 20% van het budget weggesneden. En binnen dat kader van een lijn die op droog zaad is gezet, zegt u nu aan de vervoerregeraad, maak maar een plan. En wat krijgen we dan? Een slecht plan? En tegen dat slecht plan komt protest, terecht. En u zegt, ja, slechte plannen, dat is geen goed idee, maak maar een nieuw plan. En wat krijgen we dan? Terug een slecht plan. En dan zegt u, ja, misschien dat dit er ook niet doorgaat, kunnen we nog een slecht plan gaan maken. Maar tot een goed plan gaan we natuurlijk niet komen, mevrouw de minister, want daar ontbreken de middelen voor. Er is een nieuw tramplan gemaakt voor de stad Antwerpen. En een van de belangrijke zaken erin was dat tram 7 van Mortsel door Berchem naar het centrum, dat die geschrapt werd. Waar dat heel veel mensen heel boos over waren, waar heel veel acties rond zijn gevoerd, tot sociaal incapabele Michiel toe, die allemaal mee aan de kar trokken voor tram 7. En met effect, u hebt toen, mevrouw de minister, ingegrepen en gezegd, dit plan gaan we niet doorvoeren, we gaan dat herbekijken. Ja, vorige week is er dan een nieuw plan voorgesteld met grote koppen. Het tram 7 is gered, maar tram 15 wordt wel geschrapt, tram 4 wordt geschrapt in Hoboken en Deurne, tram 2 gaat niet meer naar Merksem, naar de gloednieuwe Park and Ride en Linkeroever, 2 tramlijnen minder die ook niet meer zullen passeren aan de nog eens gloednieuwe Park and Ride. En dan vraag ik mij toch af, waar zijn we mee bezig? Ik ga uiteraard niet vooruitlopen op een beslissing van de vervoerregioraad Antwerpen. Het is de vervoerregioraad Antwerpen die zelf finaal beslist welk tramnet binnen het kernnet zij effectief willen. Het is wel een beetje gemakkelijk natuurlijk van het door te schuiven naar de vervoerregioraad, want er is één groot woord dat in al die plannen van die vervoerregioraad een echte oplossing in de weg staat, en dat is het woord budgetneutraliteit. Ik zei het juist al, een moeilijk woord om te zeggen, het mag weer niks kosten. Het hele Antwerpse tramplan wordt net als het hele openbaar vervoer in Vlaanderen overhoop gegooid, maar er mag geen euro extra gaan naar de werking. En natuurlijk kunt je dan geen goed plan maken, mevrouw de minister. Natuurlijk kunt je dan geen plan maken waar de mensen ermee vooruit gaan. Want als je op de ene plek een tramlijn extra wilt leggen, moet je ze op de andere plaats intrekken. Als je ergens een chauffeur extra wilt inzetten, moet je ergens anders een wegnemen. En dus, mevrouw de minister, de sleutel zit bij u. Als u wilt dat we in Antwerpen en in de rest van Vlaanderen een goed openbaar vervoer hebben, dan moet er meer budget vrijgemaakt worden om dat openbaar vervoer te doen draaien.